Bij D66 hebben ze het maar moeilijk met de tijdgeest. De mensen van de partij van Jan Terlouw, die in zijn villa in Gelderland een enorm stuk touw uit de brievenbus heeft hangen voor eventuele buren die een kopje suiker willen komen lenen, voelen zich verheven boven gewone mensen. Ze bekijken alles van twee kanten en wikken en wegen net zo lang totdat ze zeker weten dat ze gelijk hebben. En dan wordt het vervelend. Pia Dijkstra, die in de Eerste Kamer bijna boos wordt omdat ze met al haar redelijke argumenten voor orgaandonatie niet meteen haar zin krijgt. Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die uit naam van alle gekwetsten eist dat Renate van der Gijp vanwege haar platte humor in het programma Voetbal Insight excuses moet aanbieden. Minister Ollongren, die Thierry Baudet van het Forum voor Democratie erger noemt dan Geert Wilders, omdat hij zo discrimineren op ras. Juist van zo'n partij verwacht je een gedegen screening van kandidaten. Je verwacht geen Yasmin El-Khaizi, kandidaat gemeenteraadslid in Amsterdam, die in 2010 tegen NRC Handelsblad zei dat homoseksualiteit een zonde is. Hetgeen natuurlijk niet zo handig is als je van een partij bent die vooraan staat als het gaat om het bestrijden van racisme, seksisme en homofobie, en die andere politici graag bestrijdt met uitspraken uit het verleden. D66 maakte zich er vanaf met een stukje op de website waarin staat dat het kandidaat gemeenteraadslid baalt van dat citaat. Het was uit zijn verband getrokken. Ze had het alleen maar gezegd om conservatieve moslims mee te krijgen in haar verhaal. Boter op je hoofd, denk je dan. Net zo hypocriet als Tom de Graaf, die ooit na een uitspraak van Pim Fortuyn met het dagboek van Anne Frank ging zwaaien. Hij streed een politiek leven voor de gekozen burgemeester, maar zette alle bezwaren overboord toen hij voor Nijmegen werd aangewezen, de stad waar zijn vader ook ooit burgemeester was. D66 was altijd de partij van het referendum, totdat bleek dat het volk niet altijd in de juiste richting valt te dirigeren. D66 is voor een transparante overheid, maar Alexander Pechtold vond niet dat hij hoefde te vertellen dat hij een appartement had gekregen van een bevriende diplomaat. We mogen D66 bedanken voor het homohuwelijk, voor euthanasie en abortus. Toevallig drie kroonjuwelen waar Yasmin El-Khaizi ook helemaal achter staat. Maar voor de rest zijn ze net zo hypocriet, of misschien nog wel hypocrieter dan de rest. Maar ze zijn wel heel leuk als buren. Marcel Roosbaan, dankjewel.